Ferry, 1-3 verliezen tegen MVV moet een naar gevoel zijn. Ja, zeker wel. We spelen op zich een goede wedstrijd. Alleen de doelpunten die je dan tegenkrijgt. Ja, de eerste was een corner. Ja, die valt dan binnen terwijl eigenlijk niet veel aan de hand is. We voetballen gewoon prima. Ja, in principe hebben we al afgesproken gewoon doorgaan zoals we bezig waren. Want ja, je zag gewoon met van kant, ze deden het gewoon goed snel. En, alleen ja, tweede helft dan goed op 1-1 natuurlijk. En dan ja, valt er weer eigenlijk een ongelukkige goal. Een voorzet volgens mij en niemand raakt hem aan. Dan valt er 2-1 binnen. Ja, en dan zie je eigenlijk dat we nog steeds gewoon goed voetballen hoor. Alleen ja, dan valt nog de 3-1 en dan, ja, dan lijkt het alsof we ja, niet goed hebben gespeeld. Maar dat is gewoon niet zo. We hebben gewoon een prima wedstrijd gespeeld. Alleen ja, dat doelpunten vallen dan wel ongelukkig, maar ze vallen dan wel. Alleen ja, je verliest dan. Ja, het lijkt wel alsof bij de tegenstander alles erin gaat, wat bij jullie niet gebeurt. Ben je het daarmee eens? Ja, het lijkt wel zo. Als je vandaag ziet de wedstrijd, dan denk je wel van ja, bij hen lukt het dan wel en zit het dan wel even mee. Maar als je ziet hoe we gewoon vandaag hebben gevoetbald, dan moet je wel meenemen naar de volgende wedstrijden. En ja, je moet wel met een positief gevoel wel nog vooruit. Dus we kunnen wel zeggen van 3-1 verloren en yeah, wat ligt het dan aan? Maar we voetballen gewoon prima en daar moeten we aan denken, ja. Ja, want je hebt het over de volgende wedstrijd. Welke positieve punten kan je meenemen naar de volgende wedstrijd? Ja, wat ik aan Els zei, het baltempo lag op zich goed bij ons. Voetballen was gewoon prima. En je zag dat MVV ook gewoon moeite had met ons. En qua organisatie stond het ook gewoon prima. We gaven op het begin gewoon de eerste helft weinig weg. Alleen ja, de doelpunten vallen dan wel. Alleen ja, die moeten dan wel eruit. Hoe kan je het verklaren? Voor de winterstop gaat het fantastisch met Topos. En na de winterstop klapt het eigenlijk helemaal in elkaar qua resultaten dan. Ja, klapt helemaal in elkaar. Het is net alsof het nergens meer om gaat. Maar we voetballen gewoon prima. We hebben gewoon ook weer goed gevoetbald hoor. Dat heeft iedereen gezien. Alleen ja, dat moet je gewoon op voorbeeld duren. En niet kijken van wat er nog misging. Tuurlijk moet je er natuurlijk naar kijken, maar dat moet je achter je laten en de positieve dingen eruit halen. Dus het goede voetbal vasthouden en volgende week gewoon 3 punten pakken. Ja, zeker weten. Top, dankjewel.